Toen dan is het Werelddovendag en dan ga ik naar Utrecht. Ja, dat klopt, dat is een bus. En dan gaat u daar, terwijl u zelf natuurlijk geen gebarentaal onder de knie heeft, gaat u daar handlezen met doven en slechthorenden. Dat is ook zo ontzettend leuk. Ik kwam Ruby tegen, zij is doventolk een aantal maanden geleden. Zij zit hier ook aan tafel. Zij zit aan tafel en dat klikte, het was een show, een mooie avond. En zij vertelde wat ze deed. En uiteindelijk is daar een afspraak over gemaakt. Dus aanstaande zaterdag, denk ik, de enige handlezer ter wereld die voor doven gaat optreden met tolken. Nou, dat is leuk, hè? Ja, nou, en wij vonden dat ook wel interessant, want wij zijn van de radio. Wij doen natuurlijk alles met geluid. En voor ons is het dus best wel een hele wereld waar we eigenlijk heel weinig van af weten. En daarom is Judith ook inmiddels bij ons aangeschoven. Welkom, Judith. Goedenavond. Jij bent zelf slechthorend. Ja. Vertel even hoe dat gekomen is, hoe slechthorend je bent. Eigenlijk een beetje gewoon het standaard verhaal wat je aan iedereen moet uitleggen. Dat is een verhaal dat ik al 25 jaar moet uitleggen. Kijk, niks origineel is verzinnen, zeg. even kijken. Nou, slechthorend geboren, geen idee hoe het komt. Pas op mijn derde is ontdekt dat ik slechthorend ben. Heb gehoorapparaat gekregen en ik heb, draag nu al 20 jaar gehoorapparaten. Met gehoorapparaten kan ik bijna alles goed verstaan. Mis afhankelijk van de persoon met wie ik praat, omgevingslawaai, bla bla bla. The usual. En zonder gehoorapparaten dan hoor ik alsof je echt keigoed verkouden bent, dan alles heel erg gedempt. En dan kan ik wel horen, maar dan de hoge tonen hoor ik niet meer. Ja, dat is ja. Okay. Niet met je hand voor je mond praten, hè? Dat is ook over slechthorenden. En hoe zit het dan met liplezen? Want je kijkt, want er staat een tolk naast mij, Rutte is hier aan het tolken, maar jij kijkt vooral naar mij nu. Ja, want ik kan je heel goed verstaan. De radio staat super hard hier, dus ik heb geen tolk nodig. Hoe is het om, om slechthorend te zijn? Hoe, Nou, ik noem mezelf nu sloof. En dat is een combinatie van twee woorden, slechthorend en doof. Sloof. Sloof. En dat houdt in voor mij, ik ben slechthorend, maar ik identificeer mij met doven. Ik voel me op een gemak bij de dove gemeenschap. En pas op mijn 17e ben ik opleiding docent gebarentaal gaan doen. En toen ben ik in contact gekomen met de dove gemeenschap. En na een flink aantal jaar van worstelen met mijn identiteit en wie ben ik en wat is mijn afkomst en hoe voel ik nou, voel ik me meer doof, voel ik mij slechthorend en wat is slechthorend en bla 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 bla. En nu ben ik heel actief binnen de doofgemeenschap. Ja, want je zit ook in de organisatie van de Werelddovendag aankomende zaterdag. Ja. Dat gaat in Utrecht gebeuren. En wat is die dag eigenlijk? Wat kunnen we verwachten? Het is een superleuke dag. Ik ben super trots op het hele programma. Ik heb keihard gewerkt de afgelopen half jaar en de afgelopen twee weken heb ik nauwelijks geslapen. Dus gelukkig dat je mijn wallen nu niet kunt zien. Maar we hebben een keileuk programma. Ons thema is visuele verrijking en we richten ons vooral op de gebarentaal. We willen gebarentaal zo goed mogelijk promoten, omdat wij zijn trots op onze gebarentaal. Het is een supermooie visuele taal waar je echt alles kunt doen. Het is geen... elk land heeft zijn eigen gebarentaal. Laat ik even die vooroordeel uit de wereld helpen. Iedereen denkt, oh ja, je kent gebarentaal, dus je bent heel internationaal vaardig. En dat weet dacht ik dan ook eigenlijk. Ja, maar kijk eens naar een gesproken taal. Nederlands is toch ook niet in elk land? Waarom zou gebarentaal wel in elk land moeten zijn? Ja, ik dacht eigenlijk dat bijvoorbeeld het gebaar voor toilet, dat gewoon in alle talen hetzelfde was. Maar het woord voor toilet is toch ook niet in alle talen hetzelfde? Nee, dat is waar, dat is waar. Dus jullie spreken gebarentaal Nederlands? Ja, Nederlands gebarentaal. En ik wou ook nog even zeggen, de twee tolken die hier aanwezig zijn tolken gebarentaal. Wij hebben een hekel aan het woord doventolk, want ook slechthorenden gebruiken tolken. Ja, want jij, je beschouwt jezelf als sloof, zei je net al. Ja. En jij, maar... Ik las bijvoorbeeld ook dat jullie hebben als slechthorende recht op een aantal uren per jaar een tolk. Ja, die uren, ja. Nou, 30 uur per jaar. 30 uur per jaar. We hebben drie soorten uren. Uren voor je werk, uren voor je onderwijs en uren voor privésfeer. Kun je nadenken aan deze soort evenementen of theater of verjaardagen, bruiloft, blablabla. En voor die privésfeer krijg ik maar 30 uur per jaar. Kun je nagaan dat als je volledig doof bent en je wilt heel sociaal zijn, je wilt van alles doen, je wilt integreren in de Nederlandse maatschappij, je krijgt maar 30 uur per jaar. Poeh, dat is dan heel weinig. Ja. En de UWV regelt dan de uren voor het werk en voor het onderwijs en die doen ontzettend moeilijk. Je krijgt maar 15% van je arbeidsuren. Ruby, kun je me even iets meer vertellen? Ja, want Ruby, jij bent zelf tolk natuurlijk, dus jij weet hier alles van. Nou, ja, ik weet wel wat van, maar bijna hetzelfde als Judith, denk ik. Volgens mij is het zo dat je 10 tot 15% van je arbeidscontract
van die uren kan je een tolk inzetten. En er zijn natuurlijk ook dove mensen die hebben bijvoorbeeld een baan als manager of een baan als communicatiemedewerker of een andere baan. En die hebben veel meer uren nodig, want ga maar na hoeveel je als manager gaat vergaderen. En moet je dat dan zelf betalen? Uiteindelijk, als je uren op zijn, dan kan je natuurlijk proberen om meer uren te vragen. Maar daar doen ze dus inderdaad heel erg moeilijk over tegenwoordig. En dan zal je naar je baas moeten kijken of het bedrijf wil betalen. Dan laten we dat inderdaad dan eventjes toch gezegd hebben. Dat het allemaal nog veel beter geregeld zou kunnen worden voor doven en slechthorenden in Nederland. Maar jij hebt er wel voor gekozen om als iemand die gewoon horend is, gebarentaal te leren en te gaan tolken. Hoe kom je daarbij? Ja, ik dacht altijd sportdocent te worden en toen kwam ik op een studiebeurs en toen zag ik gebarentaal. Dus het is eigenlijk heel random manier waarop ik in contact ben gekomen met gebarentaal. Maar toen ik me erin ging verdiepen dacht ik van wauw, dit is het. Een super mooie taal en het tolkberoep is ook erg bijzonder, want je komt in allerlei verschillende situaties terecht. En ja, dat vind ik gewoon super leuk aan. Hoe lang duurt het voordat je de Nederlandse gebarentaal onder de knie hebt? De opleiding zelf duurt 4 jaar. En dan ben je gebarentaalvaardig, maar je leert heel veel. Taal, ja, als je nu Engels kan, dan leer je misschien nog elke dag wel nieuwe woorden Engels. En zo is dat met gebarentaal ook, je blijft elke dag leren. En hoe zit het eigenlijk met nieuwe woorden? Als er bijvoorbeeld een nieuw woord in de Nederlandse taal opduikt, zoals WhatsAppen. WhatsAppen of twerken. Wie verzint daar het gebaar voor? Nou ja, doven. Ja, onderling die verzinnen het gebaar. En als ze met andere doven in contact komen, dan verspreiden ze het gebaar. Ja. Maar wat is bijvoorbeeld het gebaar voor WhatsApp? Dus drie vingers? Ja, de duim, de wijsvinger en de middelvinger. Ja. De Nederlandse gebarentaal voor W. Dus niet de W die in het Nederlands Koningslied tevoorschijn kwam. Daar waren wij doven heel erg boos over, mogen we zeggen. Dus de W, en dan doe je eigenlijk het vinkje na, van als je een berichtje gestuurd hebt. Oh ja, WhatsApp. Ja, oké. Nou, zo leren we nog eens. Ja. Als jij zit te luisteren en je hebt vragen voor Judith of voor Ruby of voor Ruud, dan kun je die insturen via de Twitter, en de Apelploeg, of sms wel eventjes. 6363. Ja, en professor Dab, het zou natuurlijk wel mooi zijn als u straks de hand van Judith ook eventjes gaat lezen. Hè? Het is een uitdaging, het is zo leuk. Ja. En wat gaat de gebarentaal ontzetten? De tolk, ja. De tolk. Ik ben heel benieuwd. Die kan erop, all night. Die laatste opmerking snap ik niet helemaal. Wat bedoel je? Uit België, Stromae en Papa OT op Slam FM. Judith zit nog steeds bij ons in de tafel. Zij is sloof, slechthorend en doof tegelijk. Ja. Of eigenlijk een beetje ertussenin. Daarnaast zit Ruby, die is tolk. Jij bent ook aan het tolken, maar Rut is op dit moment de tolk in functie. Want dat is natuurlijk ook nog een verschil, of je nou als tolk in functie bent of niet. Precies, want als je aan het werk bent, dan kan je niet meer meepraten. Dus vandaar dat we... Dat mag het niet dan? Nee, in principe bemoei je niet met het gesprek. Nee, dat wordt een beetje ingewikkeld. Dus je tolkt en dat was het. En hoe gaat het dan? Als je dan aan het tolken bent en het is een persoonlijk gesprek bijvoorbeeld. Probeer je dan ook echt een beetje af te sluiten voor wat er gezegd wordt? En ben je dan gewoon alleen aan het tolken? Of? Ja, het gebeurt natuurlijk wel dat je ook emotioneel kan raken als het echt een heel persoonlijk gesprek is. Maar als tolk leer je daar wel op zekere zin zeg maar afstand van te nemen en gewoon het gesprek te blijven tolken, zodat mensen communicatie hebben. Judith, hoe is dat in de persoonlijke sfeer, relaties met, ik bedoel, met jongens en als je op date gaat? Jij kan dat dan waarschijnlijk ook wel af zonder tolk. Ja. Vrijdagavond 10 uur en daarna het cafeetje is voor mij niet te doen. Zaterdagavond helemaal niet, want ik kan gewoon niks verstaan. Het is gewoon te veel lawaai. Als ik uitga, is dat liever met een gebarentaalvaardige persoon. En dan staan jullie gewoon in de kroeg naar elkaar te gebaren? Ja, want anders moet iemand in mijn nek, in mijn oren gaan zitten krijzen. Ja, ik heb al een keer een windmolen in mijn nek gehad, sorry, geen tweede keer. Hey, en als het dan bijvoorbeeld over seks gaat of zo, is dat dan niet... Ja, ik kan me zo voorstellen dat je dat gewoon echt, weet je wel, met z'n tweeën wil bespreken. Je misschien wat zachter gaat praten. Hoe doe je dat dan als je, als je bijvoorbeeld inderdaad met een tolk erbij staat? Bedoel je als ik met een horend persoon een gesprek heb over seks met een tolk erbij? Bijvoorbeeld, ja. Dat je gewoon, als het gewoon heel persoonlijk wordt.
is dat dan niet vervelend dat er dan nog iemand bij is die, waarvan je denkt, ja, die is er nou bij omdat ik dan allemaal anders niet verstaanbaar maak? Ja, het is natuurlijk toch gewoon weg, duh. Toch moet ik van te weten. Nee, dat is echt zo dan. Ik kan nu even geen situatie bedenken dat ik met een horende ben en dat er toch bij staat. En dat ik dan echt met die horende over de seks wil praten. Nee, precies. Maar ik kan me zo voorstellen dat jij kan jezelf dankzij het feit dat je slecht horend bent nog wel redelijk redden. Maar als iemand helemaal doof is... Die kan ze ook heel redelijk redden. Ja? Ja, je hoeft echt niet denken dat doven zielig zijn, want doven die hebben... Die kunnen dat echt, zei ik ook niet, hè? Die kunnen alles behalve horen. Ja, oké, maar dus met andere woorden dan... Ja, maar ja, bedenk, hoe zou jij communiceren als er een doof prachtige dame in een café zat? Wat zou jij doen dan? Ja, als ze je niet begrijpt, wat zeg je dan? Wat doe je dan? Ik denk dat ik gelijk zou grijpen naar pen en papier of naar precies. de telefoon. Ja, ja precies. Telefoontjes. Precies. Ja. Door heel veel mensen denken dat als ze een dove persoon zien, die rennen gewoon weg. Want die zijn bang, ze weten hoe ze moeten communiceren. Maar iedereen weet wel hoe je kunt communiceren met een dove. Want die gebruikt altijd handen, voeten, gebaren. En je hebt mobiel, je hebt pen, papier. Dus je hoeft echt niet bang te zijn voor doven. Nou, je noemt het net al zelf even eentje. Maar wat zijn de grootste misverstanden? Ik heb heel vaak elke gebarentaal gebruikt. En mensen Engels tegen terug gaan praten. Dus ene keer in een restaurant, toen was er een ober die Engels tegen mij begon te praten. Ik zei, I'm deaf, not English. Die schrok zich kapot, natuurlijk. Ja, en ook als ik zei dat ik gebaren heb gestudeerd, ken je braille? Ja, maar dat zijn natuurlijk, want braille is voor mensen die niet kunnen zien. Ja, nou, kun je nagaan. Ja, nee, ik zeg het er toch maar even bij, want je vertelt net zelf dat het misverstand nog vaak gemaakt wordt. Hoe is het nou, even kijken, ik zal even naar de Twitter vragen gaan. Hoe kun je met mensen praten als je iemand tegenkomt die doof is en je weet niet wat diegene zegt? Staat hier, maar of wat diegene bedoelt. In de zin van, wat ze waarschijnlijk bedoelt te vragen is, stel dat er bijvoorbeeld een gebaar tussen zit wat jij niet kent. Nou, dan vraag ik om herhaling of ik vraag wat die persoon even het woord wil vingerspellen. Want wij kunnen het alfabet ook vingerspellen. Er is een alfabet in gebaren. En hoe, zo bedoel ik het. Kan je dat eens laten zien? Want we zijn nu ook op internet zijn we ook te zien. Dus, ja, oké, maar even met de letters erbij noemen natuurlijk, anders snap ik het niet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Poeh, ja. het is nog niet makkelijk. Nee, daarom heb je ook 4 jaar opleiding voor. Minimaal. Ik heb een sms'je op 6363 wat hier binnenkomt. Hoi avondblog, ik heb een collega die doof is en deze voelt zich vaak alleen omdat we allemaal via gesproken taal met elkaar spreken op de afdeling. Hoe kunnen wij meer met hem in contact komen? Bijvoorbeeld het dolkwater inzetten, dat die dove dus het dolkwater op de werkvloer inzet. Iedereen een cursus gebarentaal doen en natuurlijk pen en papier, telefoon, Ja, want gebruik jij ook zelf de telefoon vaak om met mensen te communiceren? Nee, want ik kan hem gewoon horen. Ja, precies. Ja, duidelijk. Dus als ik mijn gehoor praat uit, dat heb ik gewoon duidelijk geen zin om te communiceren. Dus als dan de groep afstapt, dan doe ik gewoon of doof ben, dan rennen ze toch weg. Ik wil het even met jullie hebben over zaterdag, want dan is Werelddovendag. Jullie gaan in Utrecht van alles en nog wat doen. Nou zag ik dat er worden heel veel workshops gegeven. Onder andere een workshop van Peter-Jan Rijpkema. Hij is doof en DJ. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe dat zou gaan. Maar doven die kunnen wel de lage tonen, die harde bas kunnen ze heel goed voelen. En er is ook een internationale dove DJ. Ik weet even niet meer in welk land, maar er is pas op nieuws geweest. Ik heb het een tijdje geleden ook gezien, een Amerikaan is dat volgens mij. Ja, ja, dus doven kunnen ook DJ'en. En luister jij zelf wel eens naar de radio? Ja. Maar kan je ons dan ook gewoon goed volgen als wij, want ik bedoel, ik weet, wij hebben er een handje van om heel snel te praten. Ja, nou ik... ik woon op mijn eigen, dus ik heb dan vaak gewoon mijn laptop aan en daar doe ik dan een radio op luisteren als ik daar behoefte aan heb. En dan zet ik gewoon het volume op allerhardst en dan kan ik gewoon goed horen. Maar als ik bij een ander ben, ja, dan staat vaak radio op de achtergrond. Ja, dan sta ik gerukt van en dan ben je zo door een gesprek en in een keer, hey, er is een leuk liedje op, woehoe! En dan is weer het gesprek gaat weer verder en dan sta ik weer geen ruk van het liedje. Dus, want met een gehoorapparaat... Kan je ook niet echt horen waar het geluid vandaan komt, of wel? Nee, richting horen is wel moeilijk. Het is vaak dan hoor ik geroepen en dan zit ik echt rond te kijken van wie roept mij nou, waar en waar komt het geluid vandaan? Ik heb soms hoor ik dingen en heb ik zo van, hoor ik het nou? Of ben ik nou gek? Of waar hoor ik nou? Hey, en waar verheug jij je het meest op wat betreft deze zaterdag?
Nou, het is sowieso een keileuke dag. En er zijn zoveel workshops, dus ik ben gewoon benieuwd hoe iedereen het gaat ervaren. Maar ik ben vicevoorzitter van die werkgroep, dus de hele dag wel van kip zonder kop bijlopen. Dus ik heb wel iemand nodig die mijn kop gaat opvangen. Judith, we gaan zo meteen je hand laten lezen door professor Drap. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Nou. En de professor natuurlijk hoop ik dat hij er ook klaar voor is. En nu David Guetta en ik aan de sexy bitch, avondvlucht, Slam FM. Even denken, Jetta en Ekan, you're the sexy bitch bij de avondploeg. We hebben het over Werelddovendag, dat is aankomende zaterdag. Judith is bij ons in de studio, zij is zelf sloof, zoals ze het zelf noemt, slechthorend doof. En professor Drap, die gaat haar hand nu lezen. Dit is een kluif, Daniel, dit is een kluif. Ja, is dit moeilijk? Nou, er spelen allerlei zaken een rol. Ze verstaat er misschien wel de helft. De tolk gaat vertalen, ik hoop dat ze het goed kan. Nou, dus als ik jullie het zo heb meegekregen, die volgt het allemaal heel goed volgens mij hoor. Ja, je zit voor mijn neus, dus ik denk helemaal dat ik goed alles kan meevolgen. Judith, mag ik jouw rechterhand? Niet mijn linker? Nee, jouw rechterhand. Judith, het is mijn grote eer om jou een hand te lezen. Nou. Het is ook een beetje spannend, want je bent dus helemaal behoorlijk doof en dan via een tolk. Maar belangrijk is, je moet je mond houden en dat kan je niet. Maar ik verbied je om maar één ding te zeggen. Behoorlijk doof, houd je mond. Houd dat toch je mond, verdikken we. Ik ben echt vervelend. We gaan de studio uit, kom op, hè. Hey Judith, ik kijk even naar je carrière als klein hummeltje tot en met vandaag. Ik ga wat zeggen over je vader, over je moeder en eventueel broers of zusjes. Dan heb ik het over je privéleven. Zijn er mannen die je gekend hebt? Zijn er vrouwen die je gekend hebt? Heb je verkering gehad? Ja of nee? Is het één of twee of drie man? Wie zal het zeggen? En ik kijk heel stiekem in jouw kamer. Ik kijk in kastjes. Ik kijk in jouw keukentje. Je ziet er ontzettend lekker uit, maar dat betekent niet dat jouw keukentje lekker is achtergelaten. Met andere woorden, is het opgeruimd, ja of nee? Ik stel je geen vragen en jij geeft een rapportcijfer tussen een 0 en een 10. Ik wil praten, mag dat? Nog één woord en je gaat eruit. Ik wil niet zeggen dat je zakelijk onhandelbaar bent, maar je bent ontzettend lastig in combinatie van lastig en intelligent. Lastig en intelligent. En ze is altijd geweest, als klein meisje, tot en met vandaag. Altijd vragen. Altijd bovenop de bok zitten, eigenwijs, je eigen zin doordrijven. Kortom, zakelijk onhandelbaar. En wellicht aan de goede kant. Je vader en moeder liefdevol. Ik wil niet zeggen dat je ouders van de Partij van de Arbeid zijn. Maar laten we zeggen, wat ik kenmerkend vind. Als je vader over jou spreekt, zegt hij, onze dochter. Dus niet mijn dochter, nee, onze dochter. Dus een liefdevol stel. Ik heb wel het idee dat ze gek met je zijn. Eigenlijk is je handicap een plus. Iets over relaties. De lat ligt hoog, maar je seksappeal is enorm. Dus de lust in een man is enorm, maar de lat ligt hoog en je doet geen concessies. Dus je hebt weinig mannetjes gehad. Ik heb het idee, anderhalf jaar geleden is het uitgegaan. Met een sukkel, achteraf gezien. Thuis. Gedisciplineerd, redelijk opgeruimd. Maar van tijd tot tijd enorme bende. Heeft ook een beetje met je werk te maken. Eigenzinnig, je vergeet soms te koken, te bakken en te braden. Ben je de tijd kwijt, maar alles lukt. Alles lukt. Ik heb je de hand gelezen en jij geeft een rapportcijfer. Tussen een 0 en een 10. Doe maar een 8. Zo! Dat vind ik een ja. Is het waar dat jouw vader altijd het heeft over onze dochter? Ik kom in Brabant, hè? Dus hij kan oh ja! En klopt het dat het anderhalf jaar geleden is uitgegaan? Ik weet even niet meer hoe mijn liefdesleven zit. Ik ben de afgelopen tijd zo druk geweest met werken. Dus ik heb eigenlijk weinig energie stroken in mijn energieleven. Judith, ontzettend bedankt dat jullie eventjes hier naar de studio wilden komen. Heel veel plezier en succes aankomende zaterdag. In Utrecht gaat het gebeuren. Vertel nog eventjes in een paar zinnen, Werelddovendag, deze zaterdag Utrecht, wat gaat er gebeuren? Kunstexpositie, informatiestand, leuke workshop, lezingen, debat, kinderhoek. Kortom, iedereen is welkom. Dove iedereen... DJ zag ik. Een dove DJ, er is van alles over gepraat, over dove cultuur, over dove geschiedenis. Het wordt een keileuke dag, dus iedereen is welkom. Ook horen, maakt niet uit. Geef je op www.werelddovendag.nl. Judith, jij bent van harte welkom om nog een keer terug te komen als er weer nieuws is uit het dove en slechthorende land. En heel veel plezier aankomende zaterdag allemaal. Rut, ook bedankt ontzettend voor het tolken. En dames tolken, jullie mogen ook natuurlijk gewoon nog een keer gezellig terugkomen. Dat ja, Ruben, jij ook ontzettend bedankt en tot snel! Tot snel! Tot snel!